Hallo, mijn naam is Maarten en ik wil je nieuwe dingen uitleggen over SketchUp. Of nou, nieuwe dingen, dingen die je misschien nog niet wist. En in deze video wil ik het graag hebben over segmenten. Lijnen opdelen in segmenten. Ik heb hier een blok gemaakt. Je ziet dat de blok is 5 meter dik en 5 meter diep moet ik zeggen. En hij is 10 meter lang. Deze lijn hier, die is 10 meter en deze lijn is 10 meter. Dat kan je hier rechtsboven zien. Namelijk als ik de lijn aanklik, zegt die edge 10 meter. Wil ik die lijn opdelen, dan kan ik hem overtrekken met een nieuwe lijn. Dus ik pak hier een nieuwe lijn. Ik zeg, nou weet je, het eerste gedeelte dat moet 3 meter zijn. Dus ik heb net een lijn getrokken van 3 meter hier overheen. En dan kan ik eigenlijk niet goed zien wat daar aan de hand is. Tenzij ik erop klik. Dan zie ik dat dit stukje blauw, dat is de eerste 3 meter. En het tweede stuk is dan de 7 meter. Nou, als dit nu het geval is, kan ik ook nieuwe maatlijnen zetten. Kijk, 3 meter en 7 meter. Maar het kan ook zijn dat je gelijke verdeling wilt. Dus dat je een lijn opdeelt in 3 of in 5 of in 12,5. Nee, dat gaat niet. Nee, in 12. Wat moet ik dan doen? Dus ik ga even een paar stappen terug. Kijken. Nou heb ik die andere nog staan. Als ik nu op deze lijn klik en ik klik rechts, dan is daar de optie Divide. En als ik op Divide klik en ik beweeg een beetje met mijn muis heen en weer en ik zeg dan 5, Enter, dan zie ik nu dat ik 5 stukken heb. En dat zie ik dus pas nadat ik erop geklikt heb. Er is trouwens nog een moment. Weer een stap terug. Kijk, hij is nu weer 10 meter. En daar staat Edge 10 meter. Maar als ik nu rechts klik en zeg Divide en ik zeg 5, Enter, dan zie ik daar niks, maar daar staat 5 edges. Dus dat wil zeggen dat ik hem op heb gedeeld in 5 stukken. En het bewijs ligt hier. Dat is 1, dat is 2, enzovoort. Dus op die manier kan je lijnen opdelen. Dus of een nieuwe lijn over de bestaande lijn heen trekken. Van, nou, ik wil het eerste stuk wil ik 6 meter hebben. En dan de rest opdelen in stukjes van 3. Of een lijn aanklikken, rechtermuisknop Divide. En dan deelt hij me op in gelijke stukken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ga er lekker mee aan de slag. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En vergeet niet dat wij trainingen geven. Ik ben van SketchExpert. Ga naar sketchexpert.com voor alle details. Zelfs een online training is ook te doen. En hele leuke basiscursussen, vervolgcursussen, Enscape-cursussen, Lumion-cursussen. Genoeg te zien en te doen. Dus heel graag tot een volgend contact. Doeg!